Welkom terug bij de vierde talkshow aan tafel. Eigenlijk de vijfde talkshow van deze Drupal Jam 2021. We gaan vandaag nog praten over business met aan tafel Barry van der Meij van Swiss, Imre Gemedig Meiling van Limoengroen en Jasper van Schelven van Finalist. Yes. En we kijken straks natuurlijk ook nog even naar de Driesnoot. We hebben ook nog een gesprek op de bank. Dus blijf hangen. Kom, dan gaan we. Barry, om met jou te beginnen. Swiss heeft een 9 to 5:15 mentaliteit. Zeker. Is dat vol te houden in deze tijd waarin het grote geld binnenrolt? Ja, dat is heel goed vol te houden. Ja, dat is een kwestie van een keuze maken met elkaar binnen je organisatie waar je voor staat. En dat ook heel duidelijk met het team, met elkaar op die manier invulling aangeven. En dat lukt heel goed. Ik denk dat het ook veel te maken heeft met de klanten waar je voor werkt, die goed daarbij passen. En dat houden wij prima vol. Herken jij iets in die klanten, Jasper? In die mentaliteit bedoel je? Ja. Ja, nou, ik herken dat wel. Alhoewel wij geen bewuste keuze maken en dat ook zo uitdragen. Ze mogen bij jou best wel overwerken af en toe. Het mag, maar we hebben wel heel veel aandacht voor gewoon de werk-privé verhouding. Zeg maar. Ja, de klanten waar jullie voor werken, als jullie naar de portfolio's kijken, als je een beetje inzicht in mekaars portfolio hebt. Wat zijn er de overeenkomsten en verschillen als je vanuit Limoengroen kijkt? Ja, de overeenkomsten zijn dat het klanten zijn die denk ik in meer of meer hetzelfde segment zitten, hè, als het gaat om ordergroottes en scope. Maar ook heel erg openstaan voor een agile manier van samenwerken. Dus een partnership waarbij voor- en tegenspoed samen worden opgepakt in plaats van een contract wat dicht wordt getimmerd en het risico bij de opdrachtnemer ligt. Ik zeg altijd als ouderwets, en dan gaan mensen altijd even overeind zitten als ik dat zeg, maar dat doen wij niet. Dus dat is echt een overeenkomst. Een andere. Dat is dan een redenering vanuit wantrouwen. Zeg maar. Ja, precies. Ja. En een andere is toch zeker, denk ik, ook wel dat men open staat voor en besmet raakt met open source en Drupal en wat zich daarin afspeelt. En dat er ook klanten uiteindelijk trots zijn, hè, op het platform wat ze inzetten. Niet altijd, vaak wel. Ja, je zit hier natuurlijk allemaal namens Drupal bureaus. Drupal bestaat dit jaar 20 jaar, hebben we bedacht. Is het reden voor een feestje? Ja. Ja, ik denk dat we trots mogen zijn op die afgelopen 20 jaar. En in zekere zin kun je ook zeggen, nou, het is ook nog maar het begin. Er is nog een hoop te doen. Ja, daar wil ik me wel bij aansluiten. Ik heb van die 20 jaar 10% mee mogen maken. Dus mijn achtergrond zit zeker niet in open source. Ik heb een groot deel van mijn carrière juist mogen samenwerken met, ja, ik noem het altijd heel gekscherend, de licentiepolities van deze wereld. Dus de Sitecores, Microsoft, Adobe's en dergelijke. Ah, het paard. Dat is jouw kwalificatie. Ja. Toen ik kennis maakte met open source en Drupal, kwam ik er eigenlijk achter dat ik dacht, jeetje, dat wat we hier kunnen en wat we hier doen, daar kan ik minimaal 3/4 van de projecten die ik in het verleden gedaan heb ook mee doen. En misschien nog wel veel meer. En ik denk ook dat daarin een enorme kans ligt. Hè. De complexiteit is altijd met open source. Hoe vermarkt je nou eigenlijk je oplossing? Dat is best wel een uitdaging. Dus ik ben ook blij dat we deze dag met elkaar hebben om als community dat ook weer een impuls te geven. Maar als je kijkt naar wat heeft de klant nodig. Die wil niet een product van een software vendor. Die wil gewoon een oplossing voor zijn probleem. En dat kunnen we onwijs goed. En ik denk dat in de komende jaren er heel veel organisaties ook tot inzicht gaan komen. Dat is eigenlijk dat product met die hele dure licentie waarmee je de marketing van dat bedrijf eigenlijk fundt, eigenlijk niet nodig hebben om hun probleem op te lossen. Nee, dus, jij weet het verschil, hè? Want je kent de ene wereld en de andere. Ja, je noemt die mogelijkheden, de mogelijkheid om oplossingen te vinden voor klanten. Is dat het grootste verschil of zitten er ook andere kanten aan, de manier waarop open source geconstrueerd is? Er zijn heel veel verschillen, natuurlijk ook overeenkomsten. Maar ik denk dat het voornaamste verschil zit in wat koop je nu eigenlijk als klant op het moment dat jij in zee gaat met, laat ik even zeggen, Sitecore. Wat koop je dan? Koop je dan een oplossing voor je probleem of koop je een product waarmee zogenaamd alles kan? Waarbij in de praktijk het eigenlijk misschien wel heel complex blijkt om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk dat het verschil met de open source wereld, dat in ieder geval de partijen die de klanten helpen, niet vastzitten aan hun vendor
om maar dat product naar binnen te brengen. Want daar zit uiteindelijk ook niet het voornaamste deel van het verdienmodel. Dus het gaat veel meer over hoe ga ik nu die klant bedienen, hoe ga ik die klant uiteindelijk zijn probleem oplossen, in plaats van hoe ga ik die sidecore licentie hier naar binnen douwen met daarachteraan nog een heleboel services om datgene wat het zou moeten kunnen ook voor elkaar te krijgen. Ja, eigenlijk een beetje een perverse prikkel is, zeg maar. Ik denk wel dat daar ik denk het wel, ja. Jij bent natuurlijk commercieel directeur bij Limo Groen, Imre. Is dit ook het verhaal dat jij aan klanten vertelt? Zeker, zeker. Ik denk dat ik sluit me daar eigenlijk helemaal bij aan. Ik denk dat opdrachtgevers, organisaties steeds meer op zoek zijn naar help mij online. In plaats van bouw deze website van wat ik zelf heb bedacht. Je kunt als je je huis laat neerzetten bedenken, ik heb dat type schroef nodig, die baksteen, het moet dat en dat technische specificaties, waarom ga je dat zelf bedenken? Laat dat aan de experts over die daar passie voor hebben, aan ons. En laten we samen uitdenken hoe we jou echt verder kunnen helpen. Dus volledig eens. En daar straks had je het over het kwaad. We lachen daar soms wel met z'n allen om. Ik denk dat het allebei goede en mindere kanten heeft. Het mooie aan een open ecosysteem is wel dat je gebruik kunt maken van een Lego-doos waar 10.000 mensen aan werken met passie. Versus een platform wat wordt betaald en waar een 100 mensen aan zitten. En die waar je moet wachten totdat jouw dingetje erin zit. Ja, dus je wordt er beter bediend. Ja. 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 Fijn dat we met elkaar eens zijn. Dat is ook heel belangrijk. Even terugkijken, Jasper, op de afgelopen periode. Anderhalf jaar corona. Ik met iedereen doe ik dat eventjes. Dat ook een beetje een afsluiten. Ja. Tenminste, dat hopen we. Hoe kijk jij daarop terug met jullie bureau? Het begon wat onwennig, denk ik. Met iedereen, vooral met kleine kinderen thuis. Maar daarna ging het eigenlijk al snel. Werd het echt ook het nieuwe normaal. Zo noemden we het allemaal. En ondertussen denk ik dat het gewone normaal is. Ja, welke elementen behouden jullie? Kijk, mensen waren echt niet verplicht om op kantoor te zijn. En toch voelde iedereen wel een beetje drang om op kantoor te zijn. Om samen te werken, omdat het nou eenmaal beter zou gaan. En we hebben nu gezien en met z'n allen bewezen dat dat niet nodig is. Dus samenwerken op afstand, maar ook met klanten. Ja. Klanten die daar in het verleden ook veel minder open voor stonden. Die nu hebben gezien, dit is gewoon hoe je dat doet. Maar vroeger zat er iemand die vertelde dat hij nieuwe klanten heeft die hij nog nooit ontmoet heeft. Ja, ja. En zo had ik ook nieuwe collega's. Die had ik één keer gezien bij een sollicitatiegesprek. En daarna alleen nog maar op afstand. Komt er een inhaalslag? Sociaal gezien, Marie? Ik denk dat hij al wel... ik denk niet dat hij komt, ik denk dat hij er al is. Gaan jullie eindeloze borrels, uitjes, weekenden in hotels? Dat was 3 weken geleden. Hebben we een weekendje gehad met de hele tent. En dat was in Friesland in een grote groepsaccommodatie met alle activiteiten. Dus dat was echt fijn om iedereen weer bij elkaar te hebben. En wat je merkt, we hebben thuiswerken was bij ons ook altijd al mogelijk. We hebben nu een beetje, omdat we wel merken dat het bij elkaar brengen van mensen in een creatief proces... Hoe goed al die videoconferencing tools ook zijn, dat laat zich niet via een virtuele manier simuleren. Energie overbrengen, echt contact, dan pas gebeuren er echt goede dingen. Dus wij hebben nu gesteld van, 60% op kantoor, 40% thuis. En belangrijke meetings vinden het wel prettig als je daarbij aanwezig bent, een beetje als vuistregel. Als ik nu gemiddeld op kantoor kijk, dan denk ik dat op een gemiddelde dag 85-90% van de mensen er gewoon is. En dat hebben we niet gevraagd, daar hebben we niet op gestuurd, maar dat gebeurt gewoon. En dat is alleen maar fijn. Dus je voelt weer een bus. Ja. Misschien wordt iedereen thuis zit ook een beetje zat. Ja, veel mensen denk ik wel. Ja, ja, ja. Dus in ieder geval als ik voor mezelf spreek, was ik het echt na een week al spuugzat. Dus wat dat betreft... hoe doen jullie dat? Herken je dit, de percentage bijvoorbeeld? Nee, dat is dat eigenlijk niet zo. Wij laten dat heel erg bij de mensen. Wij zijn echt de treinreizigers. Dus dat komt eigenlijk langzamer op gang bij ons. En wij vinden dat het, laten we dat bij de mensen liggen van of zij weer naar kantoor willen komen of niet. Het kantoor is open. We hebben daar ook een lijst met een maximum. Maar vooralsnog doen wij heel veel remote. En dat werkt ook goed. Daar komen ook mooie dingen uit voort. Ja, dus die energie waar Barry het over heeft, die mis jij niet? Natuurlijk is het fijn om bij elkaar te zijn. En gebeuren er ook andere dingen als je echt bij elkaar bent. We gaan niet oneindig veel teamuitjes organiseren, maar die moeten er wel zijn.
Wij missen dat niet zo, nee. We gaan het straks ook even over digitale volwassenheid hebben. Eerst nog even over de internationale Drupal-gemeenschap. Er zijn regio's die veel bijdragen. Er zijn regio's die veel profiteren. Als jullie een cijfer zouden moeten geven, wat zou dan de best presterende Drupal-regio van de wereld zijn? Mij overvraag je ermee. Ik heb geen idee. Emmanuel? Ja, ik denk dat er heel veel uit Europa komt als het gaat om technische contributies en bijdrage aan het platform zelf. Als je kijkt in de VS, dan is daar is dat zakelijk gezien op een Drupal.com, is dat daar groter. Dus ook grotere opdrachtgevers, grotere bedragen. Er zijn ook wel upcoming markets in Azië, India, in Afrika ontstaan de eerste lokale Drupal-regio's nu en communities. Maar ik denk als je een tweedeling zou maken, dan is het is in Europa veel technische contributies. In Amerika is dat zakelijk groter. Ja. Marie? Ik vind het moeilijk om te beoordelen. Maar wat je veel ziet, is dat op een of andere manier het organiseren van dingen met elkaar. En dat echt wel naar een niveau brengen waar een groot deel van de rest van de wereld van onder de indruk is. Dat we op een of andere manier als Nederlanders wel de eigenschap hebben om dat vrij goed te doen. En dat baseer ik niet zozeer op mijn ervaring in de Drupal community, want die is daar echt kort voor om daar iets over te kunnen zeggen. Maar wat je wel ziet, ook bij, nou, dat is natuurlijk best wel aan de dark side, om het maar even zo te noemen, behoorlijk wat overnames gaande geweest in de afgelopen jaren. En als je dan kijkt wat er vanuit die overnames, die toch wel global actief zijn, aan Nederlanders op hoge posities komen, omdat de Nederlandse onderdelen van die overnames het blijkbaar heel goed voor elkaar hadden. Dat is wel opmerkelijk. Dus blijkbaar hebben wij als landje met ons ondernemende DNA toch wel heel veel dingen heel goed voor elkaar. En volgens mij zie je dat ook wel binnen de verschillende camps binnen Europa, dat we als Drupal uit Nederland, met alles wat we doen en organiseren, dat we daarin best wel voorop lopen en dat ook naar ons gekeken wordt. Ja, het is wel, denk ook wat aan Nederlands om te zeggen, kijk ons, maar ik vind dat ook. Ik denk dat we zeker met een Drupal Jam en de dingen die we doen als Nederland, waar we met z'n allen ook aan bijdragen, daar wordt wel naar gekeken. Ik denk dat het met community vooral eigenlijk heel kenmerkend is dat het samen is. Veel meer met elkaar dan tegen elkaar. En dat is in ieder geval hoe wij de community heel erg ervaren. De samenwerking staat eigenlijk voorop. Ook tussen bedrijven zoals we hier zitten onderling. Veel meer dan eigenlijk tegen elkaar concurreren. Ja, dat is ook iets wat misschien in de Nederlandse cultuur zit. Om gewend te zijn om samen te werken. Polder misschien wel. Het is een Nederlandse eigenschap. Ik vind het ook een community eigenschap. Ja, nee, daarom. Maar ik bedoel, dat Nederlandse eigenschap en die cultuur die matcht dan heel goed met zo'n open source bij eigenschap. Ja. Dus er zijn weliswaar misschien heel veel te weinig developers in Nederland, maar als sector gaat het niet slecht. Nee. We gaan even kijken naar een video uit de rijke Drupal Jam geschiedenis. En dat is een video uit 2019 over holacratie. We hadden ook het fenomeen dat de teams bij ons zeiden, ja, waarom bepaalt iemand van verkoop wie onze klant wordt? Want die verkoper of die salesmensen hebben blijkbaar een target en die moeten klanten binnenhalen. En dat gaat heel traditioneel. Hè? Met een hoop tromgeroffel en bombarie wordt er een nieuwe goedgekeurde offerte naar binnen gesleept. En volgens is er een team die daarmee aan de gang kan. Hoezo worden wij daar niet bij betrokken? Wat is eigenlijk de rol van sales? Dat was echt wel een discussie bij ons. En we bestonden toen 20 jaar. We dachten, dit is ook al een mooi moment om eens een keer de lakens op te schudden. Voordat ik ga vertellen hoe dit verder afloopt, eerst eventjes dit. De meneer op de achtergrond is professor Dr. Ron Meyer. Ik heb even zijn cv erbij gezet, meer om aan te geven dat deze man heel veel verstand heeft van hoe het in bedrijf aan toe gaat. En ik ben een keer naar een lezing van hem geweest. En die man die vertelt over agile leadership. En die begint met een fantastische anekdote, die ga ik nog even vertellen. Hij zei, 20 jaar geleden werd het ministerie van Verkeer en Waterstaat kreeg de opdracht om minder verkeersdoden te regelen. Ja, dat klinkt een beetje gek. En toen zijn ze gaan kijken in de omringende landen. In welk land denkt u dat er toen, 20 jaar geleden, minder verkeersdoden waren? Roep eens. België. Nee. Zweden ook niet. Griekenland ook niet. Duitsland ook niet. Sorry? Een omringend land.
Het is Engeland. En waarom was het in Engeland? Vanwege de rotondes. Ja, omdat ze naar links rijden. Nee, vanwege de rotondes. Hij zegt namelijk... Kijk, hier ziet u een standaard kruising in Nederland met rode lichten en groene lichten. We hebben met elkaar afgesproken. Bij rood moet je stoppen en bij groen kun je doorrijden. Maar ja, sommige mensen denken, nou rood, rood, rood. Ik kan nog wel even. En je kunt hier zonder enige moeite met 180 km per uur over dat kruispunt. Maar iemand anders dacht, ja groen, ik hoef niet na te denken, ik kan gewoon rijden. Maar bij een rotonde, zegt hij, daar moet je stoppen. Ja, je kunt één keer met 180 over deze rotonde. Maar je moet hier stoppen. Dus je hebt eigenlijk waar een soort, er is in het systeem een soort rem gebouwd. Plus je krijgt jezelf de vrijheid om te kiezen wanneer je die rotonde oprijdt. En dat zet dus iets aan het werk bij mensen. Dan krijg je een soort verantwoordelijkheidsgevoel. En dat heet dan in de wetenschap heet dat nudging. Maar als je dus nudging toepast in combinatie met iemand verantwoordelijkheid geven... Dan gaan mensen dus automatisch verantwoordelijkheid pakken en zelf nadenken. En dat heet geloof ik de hard hand en de soft hand. Daar had je heel verhaal over. Maar dit vond ik zo interessant. Dat ik, ja natuurlijk, je moet eigenlijk meer rotondes bouwen in je organisatie. Om mensen als het ware via een bepaalde route te laten lopen. Of dingen juist niet te laten doen. Het eerste wat ik dacht is, ik doe de deur op slot als je je uren nog niet geboekt hebt. Dat leek mij een gave manier van nudging. Hebben we niet gedaan hoor. Maar dit leidt dus tot zelfregulering. Ja, we zijn weer terug. We gaan het stuk hebben over digitale volwassenheid. Maar ook even over de consolidatie in de markt. Barry, hoe kijk jij daar tegenaan? Je ziet dat er nu de afgelopen tijd een flinke overnameslag is. Ja. Door de bureaus, als sommigen zeggen, er is een soort van Pac-Man aan de gang die allemaal bureautjes weghapt. Heb jij al iemand op de koffie gehad? Nee, dat niet. Dat zou ik, ja, ons, een van onze vertrekpunten is, staat bovenaan in onze strategie op eigen benen. Maar ik vind het wel eigenlijk positief dat het gebeurt. We zijn zelf niet zo'n groot bureau met 40 mensen. En doordat er een consolidatie plaatsvindt, laat het ook heel veel ruimte aan ons in de markt. Juist voor bedrijven en organisaties die de wens hebben om zaken te doen met een wat kleiner zelfstandig bureau. Dus dat is positief. Dus ik laat maar lekker doorgaan. Ik vind het wel prima. Ja, je zelfstandigheid is ook belangrijk. We gaan even naar Jean-Paul voor een vraag van de kijkers. Hoi Matthijs. Ja, de vraag ging wat in op wat Ibre eerder aangaf. Drupal is van oorsprong een Europees product, Belgisch zelfs. En nu geeft de vraag eraan, is het vooral een Amerikaans visje als je kijkt naar hoe de community is opgezet, of misschien zelfs de organisatie daaromheen. In taalgebruik, in tijdzones, waar de aandacht naartoe gaat. Terwijl Europa best wel een grote rol speelt in contributen aan het Drupal-project. Hoe kijken de bureaus naar die trend? En kunnen we daar iets aan doen om om Europa, maar misschien ook wel de rest van de wereld, daarbij te betrekken? Afwisselen. Barry, hoe kijk je daarnaar, naar die verhouding tussen de VS en Europa? Nou, die vraag wil ik heel graag doorspelen naar een van mijn twee andere tafelgenoten. Ik heb daar niet per se een uitgesproken mening over. Jasper? Ja, wij zijn vooral in Nederland bezig eigenlijk. Dus ik moet wel zeggen dat alles wat in de Verenigde Staten zich afspeelt en die verhouding, is niet een punt dat heel erg speelt bij ons. Denk je ook niet dat het gaat spelen? Ja, nou ja, blijkbaar speelt het wel in de praktijk. Is het gewoon een heel weinig onderdeel van mijn eigen dagelijkse praktijk. Ja. Ja, we bestaan als Limoen Groen 10 jaar dit jaar. Dus we zijn daar vanaf dag 1 hardcore Drupal. En Drupal minded open source en contributie en bijdrage. Dus wij krijgen daar wel wat van mee zo nu en dan. Ook vanuit wat ik doe als voorzitter van de stichting en met Drupal Jam, merk ik dat er wel een laag is met discussie die gaande is tussen een Amerikaanse Drupal stichting die in feite het voortouw heeft, maar ook het project en het platform draaiende houdt, maar dat ook op haar manier doet. En daar zitten Amerikaanse invloeden in
die soms hier in Europa, maar ook in andere regio's tegen het verkeerde been stoten. Ja, is het de Amerikaanse neiging om gewoon heel erg Amerikaans-centrisch te denken? Ja, en ik denk dat is ook iets menselijks, hè? Want je kijkt natuurlijk vanuit je eigen beeld naar buiten. Ja, dat doen zij ook. Dus er zitten altijd twee kanten aan het verhaal. Dus zij maken het wel waar en het blijft draaien en het gebeurt. De andere kant is dat er dan ook heel erg vanuit inside-out, vanuit Amerika gebeurt. En er is zeker ook een behoefte is aan een daarin een Europese tegenhanger. En misschien zelfs ook in andere regio's in de wereld. Ja, ja, komt hij er, denk je? Ja, ik denk dat hij er op termijn wel gaat komen. Dat kan niet anders, want de behoefte aan een eigen regio is er. Dat speelt ook in de wandelgangen. Dat hoor je als je je oor te luisteren legt in die luchtlaag. Ja, die gaat er wel komen, denk ik. En zorgt dat voor een potentiële scheuring eigenlijk in de gemeenschap? Nou, dat is het risico. Ik denk wel dat iedereen zich beseft als dat scheurt, dan is dat eigenlijk slecht. Hè? Dus een vork, een aftakking, dat kan. Dan kweekt het zijn eigen kracht. Maar ik denk dat we wel die samenwerking in stand moeten houden. Ja. En denk je wat dat betreft dat de intentie die er in de VS is en hier, dat die op hetzelfde spoor blijft zitten? Ja, ik denk dat het stip op de horizon is uiteindelijk hetzelfde. Alleen er zijn wel er is hier wel een behoefte die niet wordt vervuld nu. Om daar ook echt op een Europese manier te doen. Of in elk geval vanuit onze eigen regio. En wellicht dadelijk ook Azië en Australië. Wat voor dingen zie je daar concreet? Die regio-specifiek zijn? Regio-specifiek is bijvoorbeeld de manier van communiceren. Hè? Mm-hmm. Het voorbeeldje wat vorig jaar of het jaar ervoor. Hè, is dat vanuit Amerika wordt gecommuniceerd met een Amerikaans nummer. Maar er staat niet eens een landnummer bij. Mm-hmm. Dus niet bereikbaar. Ja. Terwijl we allemaal inclusief willen zijn. Heel simpel voorbeeld. Mm-hmm. Nou, zo zijn er nog wel een hoop. Als je daarop gaat doorvragen en doorluisteren. Dan zijn er echt wel meer van dat soort dingen. Die hier denk ik een behoefte niet vullen. Ja. Laten we even over die digitale volwassenheid hebben. Een heel ander onderwerp. Digitale volwassenheid komt een beetje van twee kanten. Hè? Jasper, het is niet alleen het bureau wat volwassen moet acteren, maar ook de klant. Zeker. Zeker. Ja. Ja. Hoe breng je die twee bij elkaar? Ja, nou ja, als je kijkt naar een klant. Belangrijk altijd als wij een project doen bij een klant is om te realiseren dat het wel ons dagelijks werk is, maar niet die van de klant. Dus dan roep je al heel snel, zijn niet voldoende digitaal volwassen of niet agile volwassen. En dat is lastig. Maar goed, je moet gewoon goed kijken naar zo'n organisatie. En je hebt het echt niet alleen maar over techniek. Het gaat gewoon over de mensen en over de processen en over de techniek. Dus die drie dingen. En dan kun je gaan kijken hoe digitaal volwassen is zo'n organisatie. En hoe verhoudt dat zich tot onze eigen organisatie. En meestal gaat het dan niet meer over techniek. Nee. Het grappige is wat jij noemt in de volgorde ook. Mensen, processen en dan pas de techniek. Ja, precies. Draait het om de mensen? Ja, absoluut. Ja, zowel aan klantzijde als aan bureauzijde. En eigenlijk zie je dat vandaag de dag de technologie die voorhanden is. Ja, die kan het allemaal wel invullen. En daar zit ook zelden eigenlijk de bottleneck. De bottleneck zit veel meer bij enerzijds het bureau, maak je waar datgene wat je voor ogen hebt. Maar dat kun je alleen maar doen op het moment dat er aan klantzijde ook mensen zitten die dat mooie hele digital experience platform waarmee alles gepersonaliseerd en dynamische content, progressive profiling. En dat landt dan op een marketingafdeling met twee hele enthousiaste collega's. Die eigenlijk al moeite hebben om dat nieuwe stukje content op de website te plaatsen, weet je wel. En daar niet de magie zijn waar alleen maar naar gekeken wordt. Dat gebeurt natuurlijk snel in een organisatie. Van, daar is het. Doe het maar of zet het maar aan. Ja, en dan moet het de magie zijn die het gaat doen. Ja. Terwijl het juist de mensen zijn en de processen die het moeten ondersteunen, die het tot een succes gaan maken. Kun je een voorbeeld noemen van onvolwassenheid? Wat is nou echt, zonder de klant bij naam uiteraard te noemen, maar een voorbeeld waarvan je denkt, ja, dat is typisch hoe het niet moet. In de uitvragen die we dan binnenkrijgen, zie je wel eens dat zo'n uitvraag heel erg vanuit een opdrachtgever wordt geredeneerd. Intussen lees ik voorwaarden voor het ontbijt, inkoopvoorwaarden. Ja, dan denk ik bij mezelf, jongens. In je uitvraag zeg je hartstikke mooie woorden als agile en partnership. Maar in de voorwaarden ligt al het risico bij ons. Ja, wat krijg ik dan? Ja. En dat is, daar is het echt wel een slag te maken, een volwassenheidsslag, denk ik. Dit vind ik echt kenmerkend, hoor. Gewoon uitvragen, gewoon agile uitvragen en vervolgens gewoon fixprijs afsluiten, zeg maar. Ja. Ja, dat is dan dus op werkwijze, hè? Dus dat zie je heel erg terug. Maar goed, dat is denk ik ook de spanning waarmee veel opdrachtgevers vanuit business marketing
richting hun eigen inkoopafdeling te maken hebben. Dus daar hebben ze zelf net zoveel last van als wij. Maar als ik het over digitale volwassenheid heb... En je kijkt ook wat er aan wensen en eisen genoemd wordt... en gaat vervolgens inzoomen op... joh, maar wat voor team heb je dan staan om... Hè, om even een voorbeeld te noemen, joh, ja, er moet een nieuw digitaal platform komen en dat moet eigenlijk alles kunnen. Dus daarmee wil ik kunnen personaliseren, ik wil segmenten kunnen, separaat kunnen bedienen, ik wil dynamische content, ik wil drip campaigns met allemaal complexiteit. En als je dan gaat inzoomen, maar welk team heb je dan staan die dit allemaal begrijpt en kan omarmen en ook als we dat project met elkaar gaan doen, dat het project echt gaat ownen en dus die oplossing die we met elkaar creëren ook eigenaar daarvan wordt, dan merk je vaak dat de ambitie van de organisatie versus het vermogen van de mensen in de organisatie, dat daar nog heel veel ruimte zit om het nog beter te gaan doen. En dat is altijd wel een balanceeract, want als je zegt van joh, dat gaan we helemaal niet doen, dan heb je kans dat je de opdracht niet wint, hè? Dus daar heb je wel een soort van spanning op zitten. Maar de oplossing daarin zit ook heel erg in met elkaar. En dat samen met elkaar gaan doen en dan maar gaan eerste stapjes maken van kruipen naar lopen naar rennen om uiteindelijk wel met elkaar te komen. Ik denk wat ga jij die lijn in? Nou, ik denk dat aan de andere kant van het spectrum zitten ook... Dat is een spanningsveld, hè? Precies, dus, digitaal volwassen opdrachtgevers. Hè? Want het is mooi om te zien, we hebben ook opdrachtgevers die dan zeggen, joh, laat mij het maar aan de business verkopen. Ik heb samen met jullie afgelopen weken hier aan gewerkt. Ik ga het demonstreren wat wij als team hebben gemaakt. Dat hoeven jullie niet te doen. Dat betekent dat wij onze tijd kunnen stoppen in het maken van mooie dingen. En niet ook nog een keer de stakeholders hoeven te managen. Dat duidt op een digitaal volwassenere... Zeker. Ben je niet bang juist dat je dan de goede presentatie uit handen geeft? Nee, want in feite is het ook onze presentatie. We zitten daar ook vaak bij. En het zou eigenlijk zo moeten zijn dat degene die bij de opdrachtgever zit zegt... kijk, dit heb ik met het team, want ik ben onderdeel van het team gemaakt. En dan is ons doel bereikt. Ja, Jasper, heb je ook eens dat je denkt, nou ja, het is ook omzet. En het is geen slimme vraag van deze klant, maar we doen het maar. Nou, ja, natuurlijk gebeurt dat wel. Maar we willen de klant zoveel mogelijk wel bij de hand nemen. En ik denk, in het voorbeeld hier van Imre is het natuurlijk belangrijk... dat als een klant het aan zichzelf weet te verkopen... dan is ook de acceptatie veel beter. Ik denk, digitale volwassenheid komt ook tot uiting in een klant die zegt... dit is mijn doel, in plaats van... Al die middelen noemen, die jij net noemde, ik wil dit allemaal kunnen. Maar zeggen, dit is mijn doel. En dan samen gaan kijken, hoe komen we dan tot dat doel? Dat vind ik wel echt een goed kenmerk zeg maar, van een volwassen organisatie. Ja, even over de volle breedte. Worden de opdrachtgevers, de klanten, volwassener op dit gebied? Ja. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik denk niet in tempo wat ik leuker zou vinden. Dus dat mag voor mij best nog wel een tandje bij. Maar het verandert wel. Ik vind wel dat het vrij langzaam verandert. Dus je wordt nog steeds wel wekelijks geconfronteerd met dingen... dat je echt denkt, serieus. Ik vind die onvolkomenheid en die slordigheid... vind ik wel ook charme, hoor. Nee, daar ligt ook heel veel ruimte voor ons als bureau... om daar uiteindelijk je waarde... absoluut. Dus dat is zo. Tegelijkertijd wat Imre net benoemd. Hè, als je... die klant hebt waar je het opdrachtgeverschap echt goed is ingevuld. En dus die product owner die echt zijn oplossing ownt. En dus ook demoot aan het einde van die sprint naar zijn stakeholders. Dat is echt cool, weet je wel. Als je met het team daarbij kan zitten. En je klant is dat product aan het laten zien. Ja, dat zorgt ook voor bepaalde trots bij de mensen die het uiteindelijk gerealiseerd hebben. We hadden een presentatie voor een potentiële opdrachtgever. En daar hadden we een slide gepakt met alles wat zij ons wilden hebben. En de volgende slide heb ik daar een groot kruis doorheen gezet. En de webmaster gaat overeind zitten en zegt, wat doe je hier? De business, de marketing gaat overeind zitten. Hey, wat fijn dat jullie een keer ons challengen erop. En dat is heel fijn. Dus ik zou meer van dat soort opdrachtgevers willen. Ja, dat zegt ook iets over wederzijds zelfvertrouwen. Ja, we gaan even naar een video kijken uit de rijke Drupal Jam geschiedenis. Uit 2019, Ron Simpson van de Avocado Show. Dit is mijn favoriete ding. Soms als je iets, nou niet haat, ik heb geen haat, maar soms als je dingen stom vindt of vervelend, moet je ze gewoon omarmen. Toen ik voor grote bedrijven werkte, toen moest ik dit altijd aanhoren. We want to be a sustainable love brand. Ach, alsjeblieft. Zullen we dat gewoon niet meer doen met z'n allen? Als iedereen het is niemand het, toch? Dat is hoe het werkt. En toen dacht ik, oké, ik ga hiervan mijn doelen maken.
Dit zijn letterlijk de drie, hoe je het ook wil noemen, goals, missies van het bedrijf. Wij geloven dat als we groot genoeg kunnen groeien, dat wij sustainability kunnen sturen binnen dit genre. Simpelweg, als wij genoeg producten en restaurants en dingen hebben, gaan we gewoon zoveel kunnen eisen bij de leverancier en producent, dat het gaat zoals we dat willen. Dat is één. Twee, alles wat we doen is uit de liefde en dat krijgen we terug. Het is echt hilarisch. Bij ons in het restaurant moet iedereen bijna lachen sowieso, maar echt tranen van geluk, foto's, een heel moment als ze het eten krijgen. Dat komt door liefde. Dat is wat wij willen verspreiden wereldwijd. Dus het gaat niet om de aantallen restaurants, want ik wil echt het liefst niet zoveel mogelijk restaurants, maar gewoon een paar hele goede, hele leuke op de juiste plek. En een brand, een global brand. Het is 2019, er is een Chiquita voor bananen en nu is er een show voor avocados. Dat was het. Dank jullie wel. Ja, dat was Ron Simpson van de Avocado Show op de Drupal Jam 2019. Wat interessant wat Ron benoemt is dat merkbouw. Hè? Als je als Drupal-bureau allemaal Drupal-diensten en allerlei andere aanverwante diensten verkoopt aan klanten, hoe moeilijk is het dan om je eigenlijk te positioneren en te onderscheiden van de anderen? Ja, dat is, ik denk dat elk bureau de uitdaging heeft. Of je nou avocados in een restaurant zet. Hè, of online platformen maakt. Ik denk dat onderscheidend vermogen zit heel erg in je eigen kracht en passie. Dat is een open deur, maar dat hebben we ook aan de muur gehangen. Dus waar staan we nou elke dag voor op? Daar moet je ook naar op zoek. En die vraag moet je ook, vind ik, jezelf elk jaar opnieuw stellen. Jasper? Ja, ik ben het daarmee eens. Wij zijn... Maar als je het mee eens bent, is het niet erg onderscheidend, hè? Nou, nee. Maar goed, het is wel de goede vraag. Waar sta je 's ochtends voorop? En waar staan je medewerkers voorop? Waar word je blij van? Wij doen heel veel werk in maatschappelijke projecten. Veel in onderwijs en zorg. Dan heb je eerder het gevoel dat je wat bijdraagt. Als je puur commercieel bezig bent. En dat zie je in de cultuur van de organisatie terug. En zie je een type mensen met wie je samenwerkt. En bij de klanten natuurlijk ook. Ja. Barry, is dat ook iets... Dit kun je bij elk willekeurig event over welke markt dan ook kun je deze vraag stellen. Hoe kun je onderscheiden? Volgens mij verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat op dit moment de markt en de vraag in de markt groter is dan het aanbod wat we hebben. Dus dat de wet van de zwaartekracht zorgt ervoor dat we in ieder geval ons allemaal niet hoeven te vervelen. Nee, dat zeker. Dat we ook de luxe hebben om somewhat picky te zijn in de klanten waar we mee werken en de trajecten die we oppakken. Maar ik zeg altijd wel, je krijgt de klanten die je verdient. Dus datgene wat Imre zegt, daar het heel scherp neerzetten van, joh, wat is nou het type klant wat heel goed bij ons als bureau en bij onze mensen past, waarvan we ook weten dat die samenwerking gewoon goed werkt. Als je daarvoor durft te gaan en dus ook nee durft te zeggen, dan ga je ook het werk gaat naar je toe komen wat goed bij je past. Ja. En dat gaat dan vervolgens versnellen. En de keuzes maken, en dat zie je nog wel eens fout gaan. Jij noemde net, stelde net de vraag van, ja, soms is het gewoon geld verdienen, ook al voldoet het niet aan je ideale klantprofiel en alles wat je wil bereiken. Als je daar nee tegen durft te zeggen, dan creëert dat ruimte. En vanuit die ruimte kun je uiteindelijk groeien in datgene wat je voorstaat. Ja, en dat zie je nog wel eens gebeuren, dat nee zeggen, dat een beetje moeilijk en ingewikkeld en spannend. En ja, maar die klant doet toch een ton. En ja, maar hij past helemaal niet bij ons. Maar dat herken ik wel, want in tijden van schaars is het natuurlijk nog moeilijker om nee te zeggen. Precies. Tegelijkertijd, als bij ons, wij zitten daar op digitale toegankelijkheid. En wij stellen, wij uitdagen ons ook uit van, durven we zo ver te gaan dat we zeggen van, zelfs als de klant er niet voor betaalt, het ding moet toegankelijk. Ik vind dat het een hygiëne moet zijn. Ik bedoel, overal moet je een SLA, overal zit hosting, overal zit support. Toegankelijkheid vinden wij ook een hygiënefactor, maar daar is nog een stap te maken. Maar als je kunt je onderscheiden, zeggen oké, dan niet, maar we gaan het wel doen. Nou, daar worden we van overheidswegen een beetje bij geholpen, toch, in de komende jaren. Dus wat dat betreft... Zeker. Naar de rest van de wereld nog. Nee, inderdaad. Want dat is natuurlijk ook iets wat misschien overspringt naar de corporate enterprise wereld. Jasper, is dat iets... Die vrijheid om nee te kunnen zeggen. Breng je die vaak in de praktijk? Nou, de markt is groot genoeg. Dus daar ben ik het wel mee eens. Dus we kwalificeren wel vrij strak.
Je wilt toch inderdaad groeien bij, en die klanten naar je toe trekken die, met wie je graag samenwerkt. Ja. Ja. Er gebeurt veel hoor. Dus ik heb toevallig van de week nog weer een nieuwe aanbesteding die een half jaar geleden ook voorbij kwam. Nou, er waren nul inschrijvingen op. Dus iedereen had hem gedisqualificeerd blijkbaar. Ja. Ze hebben hem opnieuw in de markt gezet. Nog een stukje complexer. Dus ik ben benieuwd hoeveel mensen er nu gaan inschrijven. Maar dat is wat er dan gebeurt. Ja. Dus, als opdrachtgever moet je ook denken, wat is er aan de hand met mij? Maar goed. Zeker. Dat hoort ook bij digitale volwassenheid, hè, die je dan even moet doormaken, zeg maar. Drupal bestaat 20 jaar. Is Drupal ook volwassen geworden in die periode? Ik denk zeker. Wat ik ook net zei, het is ook in zekere zin nog maar het begin. Dus ik zie ook nog een positieve toekomst. Want? Nou, het is nu volwassen. Er is natuurlijk een grote vraag. Hè? Dus we redeneren wel een beetje vanuit de luxe positie. Digitalisering is voorlopig niet ten einde. En open source is relevanter dan ooit. De markt vraagt nu transparantie. Dat kun je met Drupal en de community eigenlijk fantastisch invullen. Ja. Is dat ook iets dat jij ziet, Emile? Ja, Drupal is na 20 jaar zeker volwassen. Tegelijk is er altijd groei. En ook Drupal heeft nogal wat uitdagingen. Omdat het een open source platform is, ondanks dat we een wereldwijde association hebben en lokale stichtingen zoals de onze, is het verenigen onder een boodschap en marketing bijvoorbeeld. Denk ik iets wat in een commercieel platform ontzettend veel geld naartoe gaat. Het is een marketingafdeling van een Adobe of een Sitecore. Nou, die draaien wel bij de budgetten die ze kunnen uitgeven om één krachtige, sterke, mooie, flashy boodschap te zetten. Betalen klanten die marketingcampagne. Precies. Met hun licentie. Ja. Dus, En met Drupal werkt het net een beetje anders. Daar zit nog wel een stap te maken, denk ik. Ja, dat is jouw redenatie, Barry, dat je zegt van de klanten betalen voor de marketing. Ja. Ja, nou ja, dat is de redenatie en ook de ervaring. En misschien twee dingen daarover. Je vroeg net van, is Drupal volwassen? Dan kun je kijken naar hoe is het de oplossing en de vermarkting daarvan. En wat voor organisatie zit er dan achter en hoe is dat geregeld? Nou, volgens mij is dat echt wel heel goed geregeld. Zeker als ik het vergelijk met een head of product een aantal jaar geleden van Sitecore. Die mij letterlijk vertelde tijdens een diner van ja... Yeah, we don't release software, it escapes us. En dat is dan zo'n partij waarvoor je een hele dikke licentie... als ik dan kijk de hoe solide eigenlijk Drupal daarin ook... in alle updates, upgrades en dergelijke, hoe dat gaat. Dus hartstikke goed. Qua vermarkting, dat kan altijd beter. Tegelijkertijd moet je niet gaan doen datgene wat die software vendors doen... Mm-hmm. Want die rekenen een licentie, dat is natuurlijk nu allemaal subscription geworden. Dus die klant betaalt jaarlijks een behoorlijk bedrag om gebruik te mogen maken van dat ene ding. Build one, sell many. En als je dan gewoon even inzoomt op wat doet zo'n partij nou aan nieuwe licentie omzet op jaarbasis. En wat wordt er geïnvesteerd in productontwikkeling en wat wordt er geïnvesteerd in marketing en sales. Dan kan je niet anders dan concluderen bij het lezen van zo'n winst- en verliesrekening dat eigenlijk die klant... de grote marketingcampagnes van de Microsoft, de Sitecore, de Adobe's... en ga ze nog maar even door aan het betalen is. Zodat er nog meer klanten vanuit die marketingcampagne die licentie aanschaffen... zodat er nog meer marketing... en dat is een heel slim en knap spel om uiteindelijk heel veel waarde te creëren... in die toch wel luchtbel wat mij betreft. Want de vraag is wat er echt aan intrinsieke waarde in zo'n organisatie zit... waar de klant ook echt wat aan heeft. En daar geloof ik niet in. En... ik heb de hoop of de verwachting, of in ieder geval, dat daar wel een kentering in gaat komen. Dat dat de ogen open gaan. Zeker, ja. 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 En wat heeft dat voor gevolg? Wat heeft dat voor voordeel? Drupal gaat groeien daardoor? Dat er meer en meer organisaties zich zullen gaan wenden tot open source oplossingen. En Drupal is daar denk ik zeker in enterprise markt en staat heel goed voor gesorteerd om dan die markt te pakken en die klanten goed te kunnen helpen. Ja, maar het ontbreken van marketing zorgt er ook voor dat je telkens wat moet uitleggen. Het ontbreken van marketing zorgt er ook voor dat je telkens wel moet uitleggen. Ja, hoewel met 20 jaar Drupal is er echt genoeg online te vinden. En dat is ook even voor de Drupal gebruikers, klanten, opdrachtgevers en geïnteresseerden die meekijken.
Het is stabiel, het is robuust. Er staat een release cycle, er zit een heel professioneel apparaat achter. Je kunt je spulletje oppakken in een andere garage. Dat is, dat is wat open source is. Dus dat is oké. Okay. Dat is net zo oké okay als bij een ander platform. Je bespaart je een hoop licentiekosten die je nu kan stoppen in het maken van mooie dingen en andere dingen. Dat is het grote verschil. Ja, en twijfels over veiligheid, dat soort dingen, die zijn eigenlijk afgenomen? Vragen zijn er altijd, ja. Bij elk platform. Maar die twijfels zijn wel afgenomen, want daar heeft Drupal ook goede papieren. Ja, maar laten we het nou even veiligheid en de enterprise wereld. En privacy en dat soort zaken. Dan denk ik juist dat Drupal en de open source wereld de sterke kaart speelt. Ja. Dat als er iets onderscheidend is ten opzichte van big tech, is het hoe open source en Drupal daarmee omgaat. Dat is omdat er 10.000 mensen kunnen meekijken naar een potentieel probleem in plaats van maar de 10 die onder de beveiliging afdeling zitten van de Microsoft bijvoorbeeld. Dus ultieme transparantie. Ja. Haal me te goede, hè. Ook elk platform heeft zo zijn kracht. En als je Microsoft hebt, moet je dat vooral blijven gebruiken. Er is niks verkeerds aan. Dus we zitten hier niet om andere platformen te bashen. Maar dat is wel echt het verschil. Ja, ja, marketing is ook wel... Blijkbaar gaat daar iets heel erg goed. Ik verbaas me daar nog steeds over dat er nog steeds heel veel klanten, prospects in de markt zijn die, ik noem het altijd, technology over partner kiezen. Dus die kiezen eerst technologie, dus gaan een uitvraag doen. Nou, wij willen iets. Oh, dat willen we trouwens met Drupal. En we zoeken een bureau erbij die dat goed kan. En dan gaan ze naar Drupal.nl en dan kijken ze naar de leden van Stichting Drupal Nederland. En dan kiezen ze er een paar uit waar ze zich een beetje comfortabel bij voelen. Die bevragen ze. En dat, dus blijkbaar is er in de markt al een hele logische gedachte om van, nou ja, ik moet iets. Dat met Drupal kan dat sowieso wel. Dus laat ik er een goed bureau bij zoeken om me daarbij te begeleiden. Waar dat dan precies door komt, dat zal die 20 jaar heritage waar we op leunen met elkaar heel erg gevoed hebben. Maar blijkbaar ook heel veel tevreden klanten die dat ook aan elkaar vertellen. Dus blijkbaar gaat er iets heel erg goed. Ja. En of gewoon dat je af moet vragen of je als klant eerst die technologiekeuze moet maken en dan pas je partner. Of dat je dat misschien beter andersom kunt doen. Maar goed, dat mogen klanten zelf bepalen. Als ze het zo doen, dan komt het mij regelmatig best wel goed uit dat ze dat doen. Dus ja. 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 Helpt het ook een beetje dat je tegenwoordig een DXP verkoopt? Ja, DXP is een goed verhaal. Is wel ook heel erg een one-size-fits-all-achtige insteek. Anderen zeggen juist dat het helemaal modulair is juist. Hè? Dat je het helemaal kan inrichten. Ja, dus het bevat alles wat je wil. Licht het maar in. Ja, wat is een DXP dan? Ja. Nou, wat is een DXP? Misschien wordt de sluitende definitie voorhanden. Ja, volgens mij, al zou die er zijn, dan gaat het er niet om wat wij ervan vinden. Maar gaat het heel erg om de perceptie die de klant daarbij heeft, wat een DXP is. Weet je, wat mij betreft, hè, van, we kennen denk ik allemaal wel vanuit onze vrienden in België. En ook de manier hoe Aquia, dus Dropsolid bedoel ik, en hoe Aquia het presenteert. Eigenlijk de combinatie van datgene wat je online doet, dat je dat gepersonaliseerd doet, met al je kanalen daarmee gecombineerd. Met een stuk AI machine learning, om daarmee ook je profielen dynamisch op te kunnen bouwen, et cetera, et cetera. Zodat je eigenlijk in elke stap van de customer journey, Nou, dat zijn al die containerbegrippen die ook in al die uitvragen van die klanten zitten, waar je dan het woord DXP op kan plakken. Ja. En soms moet je dat woord ook wel gebruiken. Maar het is zo'n containerbegrip geworden, wat eigenlijk al in de afgelopen 3, 4, 5 jaar beschadigd is geraakt, dat eigenlijk niemand meer precies weet wat het dan is. Oké. Okay. Maar je moet het wel hebben. Dus ja, dan moet je toch... Gebruik je het maar, hè? Ja. Tot slot, we moeten afronden. We hebben 20 jaar Drupal achter de rug. Hoe gaan de komende 20 jaar eruit zien? Wat wordt het hot topic binnen de Drupal community volgend jaar, bijvoorbeeld? Imre? Ja, sowieso weer, als het kan, een fysiek evenement en samenkomen op een echte Drupal Jam. Al dan niet in hybride vorm, maar elkaar weer opzoeken. En het mooie aan zo'n evenement is dat mensen hun laptop openklappen en dingen samen gaan doen. In een DrupalCon heeft Dries wel eens gezegd dat tijdens deze DrupalCon gaan 150 websites live. Mensen zitten gewoon websites live te zetten als werk, terwijl ze op zo'n evenement zitten. En dat is zo anders dan op andere evenementen. Als ik op een ander evenement kom, ben ik de enige die mijn laptop openklapt. Dat is wel iets voor Drupal. Dus samen weer samenkomen volgend jaar. Ons laptop openklappen, werken, babbelen, dingen doen, kennis delen. Dat is denk ik een hoogtepunt. Laten we wel beloven aan elkaar. Hè? Zeker. Ja, dat doen we bij deze. We gaan straks met z'n allen naar de Driesnoot kijken. We hebben daarna nog een laatste talkshow op de bank.
En ik wil jullie heel hartelijk bedanken. En ik hoop tot de volgende keer. Zeker. Dankjewel. Dankjewel.